Komt niet nee, aan. Mag ook. Nee. Het is te druk. Eindhoven, echt super gezellig. Hallo allemaal en welkom bij Easy Dutch. Het kanaal waarop jij Nederlands leert zoals het echt gesproken wordt. Ik ben Leon en ik sta vandaag met Mario in Eindhoven. We hebben de mensen vandaag gevraagd of zij wel eens op vakantie gaan in eigen land en wat ze dan bezoeken. Ben jij ook benieuwd? Laten we beginnen. Gaat u wel eens op vakantie in eigen land? Ja, zeker. Ja, ja. Vaak in het voorjaar. En soms ook in de zomer, najaar. Ja, eigenlijk door het hele jaar heen. Oeh, ja, misschien op deze zomer dat we op vakantie gaan met de vriendengroep. Naar de Waddeneilanden zaten we misschien nog te denken. Ja, toch? Dus dat wordt wel leuk, ja. Heel weinig. En af en toe een weekendje weg naar Zeeland of Zuid-Limburg. Ja, zeker, zeker. Ik ga heel vaak naar Zeeland. Zeeland, naar Brouwersdam. Ja, dat is wel een jaarlijks tripje wat wij maken. Ja. Nou, wij wandelen heel veel en een van de wandelingen die wij gemaakt hebben is het Pieterpad. En dat is een wandel van heel veel kilometers, een wandeling van Pieterburen in Groningen. En dan gaat hij helemaal door Nederland naar beneden naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. En dat is een geweldige wandeling. Ja, zeker. Meestal eigenlijk wel. Mm-hmm. En ik denk dat mijn favoriete trip naar Den Haag was. Toch, toen ben ik naar musea geweest. Ik hou zelf heel erg van kamperen. Dus ik heb verschillende campings in Nederland bezocht. En 2 jaar terug ongeveer ben ik in Limburg geweest. En daar kon ik ook lekker wandelen en zo. Dus dat was wel heel leuk, ja. Zandvoort, maar ook in Zeeland. Friesland ben ik wel eens geweest. Maar sinds, pakweg, 1975... gaan we alleen maar naar het buitenland. Ja, yes. Ja zeker. Ja. En waar? Zeeland. Ja, ik ben wel eens in Zeeland geweest en Limburg. En ja, wel eens dagjes uit naar een stad of zo. Maar echt vakantie wel vooral in Zeeland. Ben je van plan om deze zomer op vakantie te gaan naar Nederland? En wil je meer dan alleen dit ijsje kunnen bestellen? Word dan lid van Easy Dutch. Dan krijg je toegang tot onze Discord server, waar je met andere leden in contact kunt komen. Heb je nou meer moeite met je spreekvaardigheid en wil je deze verbeteren? Neem dan het conversatielidmaatschap. Dan kan je 4 keer per maand met ons online een gesprek voeren om je Nederlands nog verder te verbeteren. Ben je benieuwd geworden? Klik dan op de link hieronder in de beschrijving. Dan hopen we jou op de server te zien. Dan gaan we nu door met de video. Ik ging met mijn familie niet zo erg vaak in Nederland op vakantie. Maar daar heeft corona dan wel weer wat verandering in gebracht. Van dan ontdek je toch wel weer je eigen land op een nieuwe manier. En waar gaat u dan naartoe? Ik ga meestal naar de zee. We wonen zelf hier natuurlijk in een bosomgeving en ik hou heel veel van de zee. Dus meestal gaan we toch naar Zeeland, Noord-Holland, Waddeneilanden. Nee, maar ik ga veel naar Spanje. Ik heb daar thuis. Dus vandaar dat ik niet zo heel veel in Nederland op vakantie ga. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ik ga regelmatig naar Den Bosch en ik voel daar wel altijd een beetje een vakantiegevoel bij. Want dat is helemaal gezellig daar. En als die zon daar schijnt, ik vind het heerlijk, ja. Wat was het mooiste onderweg? Wat is u bijgebleven? Ergens in Drenthe hadden wij in een klein dorp. En die hadden ze heel mooie schuren met van vlechtwerk. En er was een theetuin. En die mevrouw had eigen gebaakte vijgentaart. Geweldig. Ja. Ik ga ook met mijn familie ga ik elk jaar eigenlijk in Nederland gewoon op vakantie. Dus dan vooral gaan we naar het zuiden van het land eigenlijk. Ja. En, Zeeland toch? Zeeland gaan we ook vaak, Brabant, Limburg, eigenlijk en dan beter bij de natuur gewoon gelegen en dan gaan we daar meestal veel wandelen en zo, daar mijn familie van. Recent ben ik in Amsterdam geweest, bij het Eye Museum. Dat was wel heel cool, die had een hele mooie expositie en dan kun je ook films kijken, dus ook een bioscoop gewoon, dus dat is heel tof. En ga je dan jaarlijks naar dezelfde camping of varieert dat?
Nee, ik probeer wel echt te wisselen. Ik vind het heel leuk om echt van die kleine, verborgen, unieke plekjes te zoeken. Dus ik kijk dan meestal op natuurkampeerterreinen.nl. Met mijn familie gaan we wel heel veel naar musea en zo. Maar ook dan minder campingvakanties en meer steden in. Ga je steeds naar verschillende plekken in Nederland? Of heb je ook wel vaste plekken waar je vaker komt? Eigenlijk altijd wel naar verschillende plekken. Het is meestal dat vooral met die familie, dan is het één keer, hebben we daar alles ook gedaan en dan is het ook weer klaar daar. En dan gaan we naar een andere plek en dan gaan we daar weer een beetje alles ontdekken, gewoon lokaal van. Ja, ik zal niet heel snel in Nederland naar een stad gaan. Wel altijd iets met natuur. Ja, ja. En dan eigenlijk, zodra het weer het een beetje toelaat, ook nog kamperen. In een tent. Een terrasser. Dat kan natuurlijk ook. Nietig. Lekker terrasser. Met een wijntje en een biertje, heerlijk. Ja, ja. En voor de mensen die misschien komende zomer naar Nederland gaan, heeft u tips wat zij kunnen bezoeken? Ofwel om te wandelen of te fietsen, of misschien musea, of plekken om te zwemmen? Wandelen vind ik in Zuid-Limburg heel mooi, in de omgeving van Gulpen. Heb je ook leuke waar je tussendoor kan stoppen om iets te drinken of te eten. Erg mooi. En in Zeeland... heb je ook al verschillende leuke plekken om naartoe te gaan. Een mooie strandtent, een strandwandeling, duinen wandelen. Ja, Scheveningen is veel toeristischer. Dus ja, ik hou daar zelf niet zo van. Maar op het moment dat het daar niet zo druk is, is het voor of na seizoen, kun je daar ook lekker lang rondwandelen. Ja. En heb je tips wat mensen zouden kunnen doen in Den Bosch? In Den Bosch? Bossenbollen eten natuurlijk. Ja, uiteraard. En lekker biertje op het terras, daar langs het water. Ja, dat doet altijd goed. Ja, ja. Sowieso altijd de Brabantse dag in Hezen. Maar dat is maar één dag, hè? Nou, ik ben opgegroeid in Den Bosch. En ik vind het wel echt een heel erg mooie stad om voor een dagje of twee eens keer te bezoeken. Het is niet iets waar je denk een week zou verblijven, maar echt wel eens een keer dat hebben gezien. Ik vind Noord-Holland heel mooi. Vooral de kop van Noord-Holland. Die is ook behoorlijk rustig in verhouding tot bijvoorbeeld Zeeland of de Waddeneilanden. En vaak chasen mensen er doorheen. Maar als je daar dan echt ergens een rustig plekje op zoekt, een klein campingje, en je gaat daar fietsen, dan heb je echt heel veel pontjes die je kunt rijden, waarmee je over kunt naar andere delen. Dus ja, het is echt, vond ik echt een ontdekking. Ja, en Glow en de Dutch Design Week komt er ook weer aan het einde van het jaar. Dus... Misschien kan je even uitleggen wat Glow is, want ik denk niet dat alle kijkers dat weten. Glow is een evenement van, dan moet ik spieken, van ja, licht. En dat heeft natuurlijk met Eindhoven te maken, want er staat deze stad ook een beetje voor, met Philips in ons achterhoofd nog. En wat is er te doen op die Brabantse dag in Hezen? Het is een cultuurhistorische optocht van de geschiedenis. Van vroeger. En dat wordt helemaal uitgebeeld. Historische evenementen. Ja, het is gewoon een mooie optocht. Cultuurhistorisch. Ja. Mijn tip is vooral van zoek natuurgebieden op. Want Nederland lijkt heel erg volgebouwd. Maar je hebt eigenlijk nog best wel veel mooie stukjes natuur. Waar je echt wel even tot rust kan komen. Dus dat is heel leuk. Ja. Nou, ik zou in ieder geval de Deltawerken gaan bekijken. Heel, heel interessant. Ja, als we het steden bekijken. En dan niet alleen Amsterdam, maar Leeuwarden bijvoorbeeld, een mooie stad. Groningen is een mooie stad. Heel veel mooie. Maastricht, de mooiste stad van Nederland. Naar Zeeland gaan, het is toch wel echt heel mooi. Het is Nederland, maar ergens, het klinkt altijd stom, maar het is toch niet helemaal Nederland. Het voelt toch wel of je lichtelijk in het buitenland zit of in België of zo. Asiel heette dat volgens mij. En daar worden voornamelijk... baby zeehondjes die dan achtergelaten zijn op het strand, om wat voor reden dan ook, worden die daar dan opgevangen. En die krijgen gewoon de medische verzorging die zij nodig hebben, totdat ze aangesterkt genoeg zijn om weer terug naar het wild te gaan. En dat is altijd wel heel mooi om te zien. Oh, en trouwens, als je ook inderdaad een beetje van de natuur bent, dan is voor de Biesbos ook echt heel mooi om te doen. Ah, ja. Dus gewoon een bootje huren en dan heel de dag door alle kleine beekjes en rivieren heen varen. Dat is wel goed vermaak. Ja. Ja. En zou u nog voor de mensen die niet zo bekend zijn met Nederland kunnen uitleggen wat de Deltawerken zijn? Ja, dat is een heel complex met dijken en sluizen. Dat is aangelegd naar de watersnoodramp in 1952. 53, dacht ik. Dat kan ook. Februari 53 dan.
En om te voorkomen dat de zaak weer onder water komt te staan. Dat. Bedankt allemaal weer voor het kijken naar deze video. We hebben van mensen hele verschillende tips gekregen over wat je kan doen als je deze zomer naar Nederland komt. Bijvoorbeeld de binnendiezen van Den Bosch bevaren, naar de Waddeneilanden gaan of het Pieterpad lopen. Ben jij zelf al eens naar Nederland geweest? En heb je daar mooie dingen bezocht en wil je tips met ons delen? Laat het hieronder weten in de opmerkingen. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en word lid van Easy Dutch. Dan hopen we je de volgende keer weer te zien. Adios!